keer. Ik hoop dat ik over 2 weken een teleurgestelde trainer van Quick Boys hier ook mag interviewen. Maar in eerste instantie begin ik natuurlijk met welkom te heten. Natuurlijk de trainer van SDVB. En nu heb ik even een blackout. Let op, daar gaat hij. Oh, Hans van Arum. Applaus, Hans van Arum. Oké. En natuurlijk Henny in het Hof. Nou, ik snap dat iedereen denkt van, wat heeft het eigenlijk voor zin, DVS, SDVB, alles was toch al beslist. Ja, je kan wel gaan, inderdaad. Goed, ik ben nu wat beter te verstaan, denk ik. Inderdaad, Hans, ik vond dat jullie in die eerste helft, het begin van de wedstrijd, behoorlijk pittig begonnen. Nou ja, kijk, we wilden wel duidelijk maken dat wij eigenlijk nog wel met goede bedoelingen hier kwamen. Kijk, het is een competitie gestreden voor ons. Maar ja, we hebben wel een bepaalde eergevoel om nog het seizoen goed af te sluiten. En die intenties waren er wel, maar ik moet zeggen dat, dat we zo al vroeg in de wedstrijd een tegendoelpunt krijgen op de manier waarop. Dat was al flink teleurstellend, moet ik zeggen. En, we zijn niet bemachtigd geweest vandaag om DVS echt pijn te doen. Gebrek aan scorend vermogen, met name ook het verdedigend goed neerzetten, het doorcoachen, het goed druk zetten. Ja, alle facetten die we vandaag wederom terugzagen, dat heeft van deze competitie ook opgebroken. Dus ik denk dat wij heel simpel, ik kan lang en breed over praten, maar wij zijn een terechte degradant. Nou, dat zijn hele duidelijke woorden. Henny, vind jij dat ook? Hoe vond je dat je ploeg in de eerste helft acteerde? Nou, ik vond dat beide ploegen gewoon niet echt geweldig acteerden. Maar bij mij merkte ik gewoon, dat heb ik ook in de rust wel gehoord, dat heel veel spelers gewoon heel veel moeite hadden om echt door te dekken of echt agressie te tonen. Omdat ze gewoon bang waren dat ze een kaart zouden kunnen krijgen voor de nacompetitie. Het meest treffende is denk ik Edmund Meijnier. En dat is ook wel heel bepalend, want als hij gewoon niet doordekt, en dan gaat de rest ook niet zo erg doordekken. Dus dan, als hij niet in zijn kracht komt, komt de rest ook niet in zijn kracht. Maar we waren blij met de 1-0. En dat was gewoon ook gewoon een hele knappe goal van Akla. Dat hij gewoon rustig blijft en gewoon die keeper gewoon rustig passeert. Dat was wel knap. En dan is dat... Ik vond die paas van Edmund Meijnier ook ongelooflijk mooi, hoor. Ja, het was heel mooi. Ik zal het ook zeggen, want Aad die wijst er alweer voor. Daarvoor gaf ik net de Edmund aan van, gooi die bal nou eens een keer achter. Nou, dus hij gooide hem erachter en toen werd het een doelpunt. Dus Edmund die luistert nog wel eens een keer. Nee, gewoon puma's dat hij dan goed aankomt. Maar de eerste helft was natuurlijk niet zo geweldig. Maar we hebben altijd wel vaak, zoals we de tweede helft naar die kant toe gaan, dan lijkt het net of het iets vrijer is op een of andere manier. En de eerste helft was niet geweldig en de tweede was ook niet geweldig. Maar ja, je wint hem wel met 3-0. Ja, oké. Nou, hebben we daar verder nog wat aan toe te voegen? Nee, die kant over het algemeen wel goed verwoorden, denk ik. Dus ik heb hem ook even naar de westen nog gehoord hoe die praat. Dus het was duidelijk, denk ik. Duidelijk verhaal. Heel duidelijk verhaal, hè? Ja, we maken er ook even iets korts van. Volgend jaar, eerste klas. Jullie hebben 4 aardige spelers erbij gekregen, heb ik gelezen bij Voetbal op Zaterdag. Spelers carousel. Ja, dus zo gaat het, hè. En als je wil versterken, als je toch weer ambities hebt om volgend jaar mee te doen in die eerste klas. Ja, je moet wel waken voor een geval dat je niet nog verder af gaat zakken. Dus daar zijn we vroegtijdig mee bezig geweest. Ik vind dat wij volgend jaar weer een redelijk goede selectie hebben staan. Het zou moeten blijken hoe we dat team kunnen ontwikkelen. En daar heb ik alle vertrouwen in. Spelers die gehaald zijn, denk ik wel meerwaardes. Want zo werken we bij SDVB. We willen graag een mix hebben van SDVB, Barneveldse jongens, met een aantal jongens van buitenaf. En dat wij dit jaar aan ons plafond zijn gekomen, dat is een teleurstellende beslissing geweest. Maar ja, ik denk een harde les geweest dit jaar. En voor ons allemaal heel leerzaam. Ook als club zijn ze als SDVB, dus we zullen moeten leren van deze fout. En hopelijk kunnen we volgend jaar meedoen bij de bovenste plekken. En dan willen we eigenlijk het verblijf wel continueren in de hoofdklasse. Dat zou mooi zijn. Ja, dat zou inderdaad heel erg mooi zijn. Dat zijn je laatste woorden. Ik wil je ongelooflijk bedanken en heel veel succes wensen volgend jaar in de eerste klas. Heel goed weekend al. En Henny, volgende week Sportlust nog even. Dat is een moedje. Ja, dat is een moedje, maar kijk, zij zijn gedegradeerd vandaag, Sportlust. En wij hebben in principe alleen maar één belang, dat is gewoon iedereen heel houden en fit krijgen voor de nacompetitie tegen Quick Boys. Dus wij zullen volgende week ook gewoon zoveel mogelijk als het kan de kaarten die er staan. Ja, we hebben te maken, je kunt op 2 manieren aangaan. Of je gaat volgende week volle bak op tegen Sportlust en dan ga je echt dusdanig hoog tempo maken dat je ook geen kaart op gaat lopen omdat je zo agressief bent.
Maar we hebben er al een aantal die we sowieso missen vanwege allerlei omstandigheden. En dus ik ben meer van plan om daar gewoon de mensen te laten spelen die minder hebben gespeeld of minder kaart hebben. En dat we in ieder geval volledig inzetbaar zullen zijn tegen Quick Boys. En dan moeten we hier gewoon aan de bak en dan, ja, dan hebben we 6 wedstrijden nog voor de boeg. En daar gaan we ook vanuit. Dus we hebben nog wat te doen. Ja, ja, en daar gaan we van genieten. Ik wil beide trainers heel hartelijk danken. Ik wil u danken voor uw aandacht en tot over 2 weken! Succes, hè?